Hoppa. Blijf sprinten, blijf sprinten, blijf sprinten. Schieten. Check. Wat ben je toch een misselijkmakend ventje. Godverdomme. Yo dames en heren, mijn naam is Don en welkom terug bij FIFA 18 Ultimate Team. We hebben weer een pakketje gekregen. Hopelijk zit er een screamkaartje in. Lijkt me erg onwaarschijnlijk, maar het is nu wel een beetje rondom dat Halloween gebeuren. Ah, flikker op, het is LA Galaxy. Godverdomme. Het is een hele goede kaart. Een hele goede kaart. Maar wie in godsnaam bouwt er nou een LA Galaxy team? Nou, het is minimaal 10.000 muntjes weer in de pocket. Ik zie hem hier staan voor 24, 25. Nou, we racheren hem gewoon op voor 23. En dan zijn we er vast binnen nu. En eventjes er vanaf. Wij kijken ondertussen eventjes naar ons team en zitten van, ja, dat is wel een leuk teampje. Nou, laten we dan ook gelijk maar eventjes spelen. Onze eerste tegenstander van vandaag zal zijn FC Liverpool. Het is een Serie A team met twee informs in de vorm van, hoe heet die rechterachter ook weer? Een Douglas Costa en een Lichtsteiner? Ik weet niet. Het is in ieder geval een hele solide rechtsachter. Dat weet ik wel. In ieder geval veel succes. Laten we er een hartstikke mooie wedstrijd van maken. Ik moet eigenlijk nog steeds een beetje wennen aan Yarmolenko. Aangezien het niet de meest snelle buitenspeler is. Maar hij is zeker wel capabel. Dit had eigenlijk een schot voor zijn rechterpoot moeten zijn. Maar dan had ik blijkbaar nog even wat meer afstand moeten maken. Oh, Yarmolenko heeft even flink wat ruimte gekregen. Aubameyang wil gaan lopen en daar gaat hij. Oh, ik dacht, ik dubbeltap hem, kom ik onder die keeper door. Kwam er helaas niet onderdoor. Kunnen we wat met de corner? Ik denk dat ik gewoon echt op die ene penalty stip moet zien te krijgen. Want daar staat meneer Tolisso. Bijna. Oké, Aubameyang die wil lopen. Die mag lopen, die gaat lopen. Houd in. Hop. Tolisso. Oh. Hop. Ja, dat is hem. Yarmolenko. Mooie goal, pik. Werd tegengehouden, paast hem uiteindelijk door en bloep. En dat is een goal voor meneer Yarmolenko. Ja, hij komt er niet helemaal lekker doorheen. Forsberg, rechterpoot. Dat is hem hoor. Het is een linkspotertje, maar hij kan het ook. Oh, wat een ruimte. Jammer dat je even moet inhouden. Even zo. Keita. Oef. Zullen we eens kijken of we er iets mee kunnen? Tweede trapnemer. Zo. En dan rollen we hem. Dit deed ik niet goed. Maar dit kan nog alsnog wat zijn. Ik drukte de verkeerde knop per ongeluk, waardoor dat gebeurde. Hihi. Oh joh. Daar steekt hij ineens naar voren toe. Schot. Mis. Zo dan. Hup. In de draai. Die was wel erg vies hoor. Die was wel erg onrealistisch vies. Tolisso door naar Forsberg. Hij staat heel erg terug. Schiet maar gewoon. Buffon die wordt even aan het werk gezet hier. Dubbeltap. Helaas niet. Helaas niet. Mooi. 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 Buffon. En dat is de eerste helft. Nou, qua schoten. Heel eenzijdig. Balbezit. Niet zo eenzijdig. Oké, daar gaan we. Wat staat hij ver terug? Waarom staat hij zo verdedigend? Ja, ik bedoel, ik krijg daar alleen maar meer kans om van afstand te schieten. Ja, maak ik graag gebruik van wat dat betreft hoor. Keita. Ja, moet je kijken joh. Hij doet toch niks. Hij laat echt zijn middenvelders gewoon meters maken. En meters. Terwijl zijn achterhoede eigenlijk geen ene reet doet. Heel vervelend. Want ja, hoe kom ik er doorheen? Ja, boeien. Weet ik veel hoe ik er doorheen kom. Ik heb 3-0 voorsprong. Dus ik hoef er geen eens doorheen te komen. Hij staat op parkeerde bus of zoiets. Dit is echt too much hoor. Fuck it. Ik laat hem gewoon op mij afkomen. Komt ie. Aanvallen doet hij ook weer niet. Dus ik kan gewoon... zo behoud ik wel balbezit hoor. Oké, doen we alsof we in aanval gaan. En gewoon weer lekker terug. Ja, sta je dan met 3 aanvallers. Kan je geen ene moer. Tjongejonge. En kan je mij wel echt... Ik kan me voorstellen dat hij zit te schreeuwen naar zijn scherm. Waarom paast hij niet? Hup, 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 hup. Ja, maar ouwe, dit heb je puur aan jezelf te danken. Dus actie, reactie dit hoor. Ik bedoel, ik ga niet mijn spelers
een eeuwigheid laten rennen om vervolgens een nieuw conditiekaartje te moeten implementeren. Als dat niet nodig is. Heppa. Nou, dat was die wedstrijd. Ja, als sta je achter moet je juist niet op superverdedigend gaan. Maar hij had misschien een tactiek van op de counter, la-di-da-di-da. Nou, werkte niet, pik. Jammer, volgende keer beter. Hey, ik heb een speler verkocht. Dat betekent dat we bijna 60.000 muntjes hebben. Maar, iets speciaals. Ik heb sowieso één pakketje gekregen. Het is een contractpakket van een beloning van de dagelijkse bla 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 bla. Ja, boeien, zet het maar allemaal in de club. Oké, dan gaan we nu zo'n zeldzaam goudpakket openen. Kost 500 puntjes. Omdat we een winst hebben behaald, leek me dat wel een leuke, aangezien nu ook het Scream-event gaande is. Met allerlei Halloween-kaartjes. Een rare. Met vlag, Spaans. Centraal mid, Manchester. Herrera. Oh, ja, dat is helemaal niet zo'n verkeerde kaart. Hoeveel vraagt men daarvoor? 25, 26, 24... 25, voornamelijk 25. Nou, weet je wat wij doen? Rachen hem gewoon weer voor 23 erop. En dan hebben wij lekker wat muntjes erbij. Nou, hopen dat hij dan heel snel verkoopt. Want dan kan ik nu gewoon weer even één wedstrijd spelen. Als ik hem verkoop, dan heb ik weer 23.000 muntjes erbij. Dan heb ik in totaal 83.000 muntjes. En dan kunnen we volgens mij wel even kijken van een leuke speler. Oké, onze volgende tegenstander is MetaMouse met een Premier League teampje. En de grootste ster van allemaal is Özil in het midden. Nou, daar gaan we. Veel succes, meneer MetaMouse. Laten we er een hartstikke leuke wedstrijd van maken. Oké. Aupie. Zo. Dat is lastig hoor, dit. Hij zet het goed dicht namelijk. En als mijn hakkie dan ook gewoon compleet ruk is, dan valt het best wel tegen ineens. Zo. Forsberg. Oeh, dat is een goede sliding. Corner Plejanka. Nee, kan er ook net niet bij. Zo dan. Aubameyang! Wow! Klote paas. Paal. Jarmolenko. Hoppa. Nee, Schmeichel zit erbij. Zo dan. Zo. Jarmolenko. Wat probeerde jij nou, Aupie? Even kunstzinnig daar zitten te doen, hè? Ja. Huh, zit ik tussen? Goal. Ja. Toen ik 1-1 stond, ik denk, dit is een goal. En dat was hem. Een beetje onder druk gezet. Wist uiteindelijk waar hij naartoe ging te passen. Klein beetje gelukt dat mijn voet ertussen kwam te zitten. En dat was een goal. Ja. Ik weet niet, ik kwam niet lekker uit met mijn verdediger daar. Ik zag het gebeuren, alleen ik weet het niet exact hoe ik het moet verdedigen. Echt zo, moet ik nou met hem meelopen? Moet ik letterlijk tegen hem aanlopen? Wat is exact, zeg maar, de gouden formule daarbij? Jarmolenko door naar Piszczek, door naar Aubameyang! Geeft even een rotschop in de blinde darm van die Schmeichel. Tolisso. Aupie! Ja, die zit erin hoor. En die heb ik al talloze keren op die manier gemaakt. Hij zit erin. Prachtig. Hartstikke idee. Dat is ook wel geinig om hem weer eens een keer te doen. Oh, dan was gelijk de helft voorbij toen ik dat deed. Dus ja, flikker op, Mark, je trucjes. Ik fluit af. Gaat best gelijk op. Wat dat betreft, statistieken komen best overeen met de score. Oké, zo. Keita, door naar Aubameyang. Die is de Ga er nou eens in. Potverdikke me. Shit, Toprak. Zit er goed tussen hoor. Ja, corner Plejanka eroverheen. Dat moet goed genoeg zijn. Oh, die aanname is kut. Kwam gewoon niet lekker uit met zijn stappen. Tolisso! Zo, wat een poeier! Cheeky. Keita. Oh, ik zie daar Jarmolenko, wat een ruimte. Hup, inhouden. Pasen. Schiet! Ja, Forsberg. Zo. Inhouden. Buitenom draaien. Schiet de linkerpoot en die werd afgekaatst. Nou, dat was de wedstrijd. 2-1.
Een beetje rommelig. Op een gegeven moment kwam ik er niet meer door en stonden allerlei mensen in de weg. Maar ja, desondanks hebben we wel gewoon een 2-1 winst te pakken. Nou, kijk eens aan. Hij is verkocht hoor. 83 muntjes. Doen we nog even één pakketje erbovenop. Omdat, nou ja, winst is pakketje. Dit zijn wel de absurde pakketjes, moet ik zeggen. Maar zodra Halloween weer voorbij is, zijn deze kaartjes ook uiteindelijk weer weg. Dus dat maakt uiteindelijk niet meer uit. Er zit in. Een rare. Geen land. Finn. Doelman. Augsburg? Is dat Augsburgs? Riadecki. Oh, Frankfurt, sorry. Oké, dan hebben we dit verkocht. Dan zitten we op 86.400 muntjes. Eens even kijken wat ertussen zit, hoor. Bartra heeft een kaartje. Bender heeft een kaartje. Het zijn hele goede kaartjes. Wel een beetje overpriced. Hummels, 69.000. Zouden we bijvoorbeeld kunnen halen. Werner, 34.000. Op zich. Thiago, kunnen we zeker naar kijken. Jarmolenko, 107k. Is die niet nog een tikkeltje goedkoper? Please. Aubameyang, 455. Ja, dat is wel een dure. Goretzka, hele goede middenvelder. Zeker. Socrates, hele goede verdediger. Echt een hele goede. Dus even kijken. Alaba, 160.000. Lewandowski, daar praten we maar niet over. Royce, gevallen ster. Boateng, 208k. Dat is allemaal B-pittig duur. Thomas Müller. Ik moet zeggen, in seizoenen speel ik met Thomas Müller. Ik vind hem heel lekker spelen. Ook al statistiekgewijs is Rodriguez beter. Maar het is wel Thomas, weet je. We kunnen eigenlijk gewoon niet verder zonder Thomas. Arjen Robben. Ja. Daar heb je er ook eentje. Ja, we kunnen inderdaad verdedigers kopen. Een Socrates en een Hummels. Denk ik dat we wel beide op de kop kunnen tikken. Een Franck. Franck Ribéry. Is ook een leuke. Ja, zoals ik zei, we kunnen dus een kleine upgrade doen. Of we kunnen een best wel grote upgrade doen. Waar we zeker tot het einde mee door kunnen. Nou, bijvoorbeeld in de vorm van een Aubameyang of een Arjen Robben of zoiets. Thiago is ook eigenlijk wel een endgame buy. Er moet, ja, hier 88.000, kom op weer 86, hier 86,5 heb ik gewoon letterlijk net niet. Oh mijn god, heb ik serieus net niet genoeg muntjes voor die stink Thiago? Dan moet ik denk nog een wedstrijdje spelen. Thiago is wel een hele goede aankoop namelijk. Oké, de goedkoopste die je kan vinden is 32.000 voor Socrates. Ik ga het doen hoor. Het is zo'n goede verdediger. Daar kan je zeker mee endgame halen totdat je een Boateng of een Hummels hebt. Nou ja, hij gecombineerd met Toprak gaan we heel ver mee komen. En ik heb al goede verdedigers, hè. Zeker weten. Maar ik bedoel, Süle qua pace in vergelijking met Socrates. 13 pace is aanzienlijk. Süle heb ik er echt flink van genoten overigens, hoor. Hele goede verdediger, heel goed. Maar Süle of Socrates, nou dat lijkt me toch wel een hele duidelijke. Onze volgende tegenstander is Stags met een Premier League team. 185 rated, zit zeker goed in elkaar. Ja, ja, ja. Hij heeft Petr Cech in het doel. Daar gaan we even niet langskomen. Hey, veel succes meneer Stags. Laat het een leuke wedstrijd worden. Ik moet zeggen, hij voert gelijk de druk op wat dat betreft. Dus ik moet even, ik heb net even blind zitten staren naar het menu. Dus ik moet even weer wennen aan het tempo van het spel gelijk. Ja, ik dacht altijd, dat mag er even niet gebeuren hoor. Het was een krappertje, maar we komen er goed mee weg. We komen er goed mee weg. Oh, hè? Huh? Oké, dat was eigenaardig hoe dat ging. Oh, oh my god, die bal had ik zo hard kunnen hebben. Oh, hij ging in één keer op goal. Ik dacht, hij paast hem wel af. Vandaar dat ik uiteindelijk bij mijn man bleef staan. Zo, wat is hij gretig, deze gast. Wow. Ah, flikker op, joh. Denk je dat je in de top 10 goals van EA komt of zo? Flikker in eind op. Ik vind het zo frustrerend om te zien. Zo'n veld wat half schaduw is. Half zon. Ik zit me er gek met blind op te kijken, joh. Dus hoe durf je zo'n veld aan te schaffen, joh? Of het is gewoon het standaardstadium wat hij heeft gekregen. Die optie blijft natuurlijk ook gewoon. Ik dacht, die gaat erin. Hij staat stil. Oké, dan wacht ik ook wel even. Ja? You good? Oké, goed zo. Ja, sportiviteit kom je ver mee. Hij heeft 1-2'tjes heeft deze man door. Dus daar komen we niet zo gauw mee weg. Maar bijvoorbeeld zulke acties komen we wel mee weg. Forsberg. Tussendoor. Nee. Terug. Goed. Tolisso. Schiet.
Ja, Aubameyang, je kan ook gewoon even flink in de weg gaan staan. Jonge, jongen. Hup, zo. Zo, kitten! Probeert te erg op de 1-2'tjes te werken. Misschien niet heel handig. Maar als dat op in je speelstijl zit, is het heel lastig daar afstand van te nemen. Dit is gewoon rukken, hè. Dit is zo stom, hè. Ik zit ertussen. Ik loop met hem mee. Ik zie dat het gaat gebeuren. En dan paast hij zodanig gewoon langs me. En dan sta je machteloos. Oké, Tolisso. 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 Lekker uitgespeeld, jongens. Lekker uitgespeeld. Aubameyang. Aubameyang. Appa. Ja. Kwam je met je keeper uit? Je verdediger kwam niet op me af. Had ik genoeg tijd om te schieten? Gewoon om je keepertje heen. Oh, jemig. Wat? Die gaat erin? Wow! Die was gek. Dan gaat hij ook sorry zeggen. Ja, mooi hoor. Ja, nee, dit is leuk. Dit is leuk. Oké. Ik geniet. Dat was echt een prachtig schot dit. Het ging zo onverwacht. Ik had niet verwacht. Een korte hoek. Ja, die ging er heel mooi in. Mooi gedaan, zeker. Oh. Tolisso, ga. Hij wordt me toch tegengehouden. Obstructie, scheids. Obstructie. Dat was de eerste helft. Zeker spannend. Statistieken, ik heb meer bal bezet. Hij heeft meer schoten. Dus ja, weet je, dat trekt het allemaal wel weer recht. Hij is zo onvoorspelbaar. Tenminste, hij heeft wel een patroon in zijn speelstijl. Hij rent heel veel. En dat is in eerste instantie heel erg wennen, want meestal zijn mensen heel erg op de 1-2 aan het spelen. Dan kan je heel erg gewoon in hun looplijn of in hun paaslijn gaan zitten. Maar hij rent zodanig veel dat je echt zit van, oh, hij gaat nu pasen. En dan paast hij dus gewoon compleet niet. Dus dan moet je hem opeens bijhouden rennend, weet je. Dat is even een andere speelstijl wat dat betreft. Scheids, te grof hoor. Ja, Tolisso. Hoppa. Wow. Pettercheck houdt hem goed tegen. Hop. Doei. Dat gebruik ik nauwelijks eigenlijk. Jarmolenko. Dit is heel ver gezocht dit. Heel ver gezocht. Zo dan. Keita. Oh. Zo naar boven. Forsberg. Linkerpoot. Oeh. Check. Oké. Zo dan. Jarmolenko. En terug. Kom dan naar die bal toe. Zo, Keita. Ja. Trucjes. Schiet. Bijna, pik. Maar alsnog stink ik erin. Oh mijn god. Oh, in zijn gezicht. Piszczek kreeg even een bal in zijn mik. Hoppa. Aubameyang. Hoppa, blijf sprinten. Schieten! Check! Wat ben je toch een misselijkmakend ventje? Gadverdamme! Ah nee, dat is misselijkmakend. Nee! Oh, hij houdt in. Voor een of andere reden hield hij in. Al was hij doorgegaan, had hij kunnen scoren. Ja, zo dan. Keita. Scheids, joh. Hij gooit toch zijn hele lichaam erin. Dat is toch geen voetbal meer? Oh, en die kopbal gaat verkeerd. Die gaat veel te ver. Het als gevolg dat Sané helemaal door kan lopen. Is moe. Bouwman houdt hem net tegen. Kunnen we nog één counter eruit krijgen? Nee, het zit er niet in. 2-2 is waar het blijft. Gelijkspel. Hele leuke wedstrijd. Alleen, ik denk dat de statistieken zo direct heel misleidend zullen zijn. Aangezien hij heeft gewoon heel veel schoten op afstand gedaan hier. Stacks, 5 schoten op doel. Hij heeft echt heel veel schoten op afstand gedaan die eigenlijk sowieso kansloos waren. Reddingen, Bouwman, 10, check, 5. Allemaal essentieel geweest. En zeker was het een leuke wedstrijd. Zeker. Nou, we krijgen blijkbaar weer een pakketje van EA. Een zilveren. Ja, boeien wat erin zit. Gewoon lekker verkopen, niet druk om maken. Weg ermee hier. Lee Jong-ye. Weg ermee. Thomas Müller. Het is wel een doelrak hoor. Ik heb er hier een met 99 contracten. 48k. Even kijken, wie heb ik nu? Ik heb nu Forsberg. Forsberg is op zich ook wel oké. Maar het is geen Thomas. Fuck it, ik ga het doen. Thomas Müller, welkom bij de club jongen. Je mag je wederom eens weer gaan bewijzen.
en niet gaan gedragen. Dat gaat er gegarandeerd gebeuren. Blijkbaar is Aubameyang geblesseerd. Dus die moet ik even op de bank zetten voor 2 wedstrijden. Of een reserve, sorry. Hup, Thomasy staat erin. Eigenlijk moet ik ook nog even een manager hebben. Want ik zie dat gewoon te veel mensen nog 9 chemistry hebben. Even een manager. Jurgen Klopp is hem geworden. Voormalig coach van Borussia Dortmund. Zit inmiddels bij Liverpool. Maar er zit een Bundesliga kaartje op. Dus uiteindelijk is hij gewoon toegankelijk in deze groepering. De tieven er wat contractjes op. Zodat hij voor een eeuwigheid bij ons blijft. En als het goed is, want hij is Duits, als het goed is zou iedereen nu een beetje team chemistry moeten halen. Kijk, dat is lekker hoor. Nou, dames en heren, dat was hem weer voor deze keer. Ik wil u bedanken voor het kijken. Wil je toevallig nog 2 andere video's zien, moet je eventjes op de knopjes naast me drukken. En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!